Ik wil, ja, als ik aan de Gouden Kalf denk, dan denk ik aan, aan jouw vriend Rijk, die helaas 3 jaar geleden overleden is. Ja. Want die deed iets heel bijzonders met dat Gouden Kalf. Het heeft daar geen waarde meer. Nee, nou, gooi hem dan weg. Gooi hem dan weg. Ja, oké. Okay, deze dan ook eens. Die zaak is niet te vergissen, zo rottige dingen. Dit is echt ongelooflijk. Nou, ik heb hem wel een beetje moeten dwingen, hoor. Want hij had het raam wel open, maar Rijk was dan wel iemand die op het laatste moment toch op schoot zou houden. Ja. Ja, gooi nou. Nee, je deed het zo vol overgave. Hij kon niet anders dan jou beamen. Maar waarom was dat nou eigenlijk? Nou, dat was omdat hij, en daar had hij volkomen gelijk in, dus hij was dan de Gouden Kalfwinnaar. Hij had wat gasten uitgenodigd. Hij moest tijdens de presentatie, zat zijn vrouw 2 rijen achter hem. Hij moest in de rij gaan staan op zijn leeftijd, en dat was al over de 70, om een bonnetje te krijgen voor een consumptie. Dus die man die zat zich bidden enorm op te winden. Dat en heel veel mensen dachten dat dit voorgekoud was of voorgeproduceerd. Maar ik kwam er bij toeval tegen omdat ik iemand anders daar naartoe moest brengen. En ik had eigenlijk al mijn apparatuur al afgedaan. En er liepen wat medewerkers van taxi liepen daar dus rond op dat festival. Toen ben ik naar de regisseur gegaan en gezegd van, we moeten nog Rijk even naar huis brengen. Natuurlijk. Waarop hij zei, heb je gedronken? Ik had iets van 5 glazen wijn al op. Want ik had helemaal niet meer op die rit gerekend. Nee. En toen zei ik, ja, god, ik ben professional, hè, je kent me. Als ik werk, ga ik niet drinken. Nee, want anders geef ik hier geen toestemming voor. Nou, ik ben er heel blij mee geweest dat uiteindelijk we dat hebben ik er heel veel van gezien. Wij laten straks ook nog wat verboden fragmenten van Taxi zien. En van zijn vriend Rijk de Gooien. Ik wil het even terug in de tijd naar Maarten Spanje. Hij gaat al heel lang mee in het acteervak. En dit was een van de eerste keren, niet de allereerste keer, maar wel een van de eerste keren dat hij op televisie was. Kijk even. Ik durf nu te stellen dat ik na al die jaren compleet prof ben geworden. Ik ben sneller dan een reebok, ik heb de conditie van een everzwijn en ik schiet van 100 meter afstand een volwassen eekhoorn uit de boom. Ik ga de heer nu even demonstreren hoe je in 1 beweging 7 tegenstanders kan verschalken. Ik ga het nu even doen. Ja, leuk om te zien, Maarten. Ja. Wow. Dat is je echt heel goed. Je hebt een boek geschreven. Gisteren liep ze nog, hij ligt hier ook. Ja, het is een verzameling, onder andere anekdotes vond ik het vooral. Over je werk, over mensen die je kent, over wat je hebt meegemaakt in je carrière. Maar je stipt ook een beetje iets aan over je jeugd. En dan denk ik, was het wel zo fijn om een jochie te zijn in Amsterdam? Nou, ik heb er nooit echt veel last van gehad en ook niet daarna. Ja, er waren dingen. Kijk, dat is. Ik ben opgegroeid natuurlijk in een wereld die nu niet meer. Die is ondenkbaar, die bestaat niet meer. En als je nu tegen kinderen zegt. Wij hadden geen douche of zo. Of wij aten 1 keer in de week vlees. Ja, dat is nu ondenkbaar, maar daar hebben we nooit last van gehad. Nee. Ook, ik vroeg mij altijd af, van god, wanneer gaat mijn vader nou eens onder de douche? Want wij hadden dan nog een voetbalvereniging. Waar je dan met trainen en voetballen 3 keer in de week, gingen we toch onder de douche. Maar mijn vader, dat is altijd een raadsel gebleven. Ik wist wel dat hij met kerst, dat hij altijd in een tuil ging zitten op de aanrecht. Maar zo ging dat. Op een barbadhuis. Toch? Ja, die hadden we dan ook. Maar daar heb ik mijn vader nooit op kunnen betrappen. Dat hij naar het badhuis ging met zo'n rolletje. Maar ook dat deden we wel eens. Je had een jeugdvriend die wij allemaal kennen, Louis van Gaal. Is hij nog steeds een vriend van je? Nee, het is geen vriend van me, maar als ik hem zie, dan groeten we elkaar en dan praten we wat. En, misschien ga ik nog wel eens naar Manchester als het wat beter gaat. Hè? Dat is een beetje. In een boek beschrijf je dat je ouders vreselijke ruzie hadden, jou dan wegstuurden naar de buren en daar werd je dan voor de televisie gezet. En dan zag jij daar de Johnny en Rijk show. Wat vond jij toen van Rijk de Gooien? Nou ja, dat was natuurlijk, je zat in een soort bekrompen milieu en dan zat ik bij die buren, maar die waren altijd in een hoek aan het klaverjassen. En om mij bezig te houden, zetten ze voor mij de televisie aan. En dat was vaak op zaterdagavond met de Johnny en Rijk show. En dan keek je naar een andere wereld die jouw wereld helemaal niet was. En dan dacht ik ook wel eens van, ja, goh, het zou toch wel leuk zijn als ik dat later ook. En dat is dan weer hoe gek het leven kan lopen. Dus
Dat waren een soort... Zullen we heel even kijken, voordat je verder praat? Ik wil even kijken wat jij dan zag vroeger. John, ik ben de man. Ik ben de man. Ik ga vooruit. Jij bent de vrouw, jij gaat achteruit. Ja, maar ik voel me zo ongelukkig in die rotjurk. Het staat je enig, Nel. Noem maar alsjeblieft niet steeds Nel. Voor jou was ook nog genieten? Ja, ik ken het ook van de televisie. Ja. En hij was brutaal. Hè? Dat was het mooie. Want op televisie was iedereen netjes. Met twee woorden spreken. En hij niet. Ja. Oh, dat was het grote... Oké. Nu heb je vele jaren later een innige band met hem gekregen. Hoe is dat voor jou geweest? Nou ja, dat went. Maar, dat went ook. Maar ja, dat wou ik net al zeggen. Als je dan 45 jaar later... Toen had Rijk al zijn tweede hersenbloeding achter de rug, was al behoorlijk verward. En wij gaan eten ergens in Loosdrecht. En er waren wat vrouwen bij. En Rijk die gaat wijdbeens bij een struik staan. En die vrouwen liepen decent door en ik hield hem een beetje in de gaten. En hij stond met zijn rug naar me toe. En op een gegeven moment zegt hij, Maarten, ik kan hem niet vinden. Kan je even helpen? Ja, en dan, toen moest ik toch aan dat moment denken dat ik naar de Johnny en Rijk show keek. En op een gegeven moment in zijn broek zat. Ik kon hem overigens ook niet vinden. No. Maar dat is dan toch wel raar hoe zoiets in het leven gaat. Ja, dat heb je niet kunnen bedenken. Ja, ik zie nog steeds voor me hoe jullie dan samen in die commercial zaten van KPN. Daar hebben we ook een stukje van. Hallo? Hey Maarten, gaat het goed met je? Met mij wel hoor, dag. Rijk. Rijk, wat een belachelijk kort gesprek. Ik bedoel, van jou in Alkmaar naar mij hier in Amsterdam. Dat kost me 6 cent per minuut. Oh, dan kan je toch zo goedkoop? Ja. In dat geval, vertel Maarten. Leuk ziekenhuis. Nou. Hulpzame nachtzusters. Ik las pas in je boek, Maarten, dat dit echt gips was. Ja. Ja. En toen het erge was, ik moest dus door dat ziekenhuis gedragen worden van de ene locatie naar de andere. Want je kan niet lopen, je kan niks. Ik had geloof ik ook nog zo'n corset onder mijn kin. Maar toen moest ik op een gegeven moment naar de wc. En ja, ik kon er ook niet bij, ik kon hem ook niet vinden. En toen heb ik een plaspauze ingelast. Maar die man die kwam toen met een pot en die... Die ging heel enthousiast mijn gulp openknopen. En toen begreep ik dat hij hem zelf vast moest houden. En dat was voor mij enorm wennen. Ja. En toen stopte alles. Nee. Ja, zo wat pornografische memoires geschreven. Dus. Ja, er zit wat seks ook in. Ja. Er zit ook wat seks in. Nou, ook hele andere dingen. Het gaat ook... het is ook wel ontroerend. Het gaat ook over Rijk. En die is 3 jaar geleden overleden. En ik vroeg me eigenlijk af of je hem niet ontzettend mist. Ja, ontzettend mist. Ja, ik hoor zijn stem nog steeds af en toe in mijn hoofd. Maar ja, dat moet je natuurlijk ook accepteren. Rijk, die is 84 geworden. En met zijn leven vind ik dat hij dat heel redelijk gedaan heeft. Ja. Dus, maar natuurlijk mis je hem wel. Ja. Maar we hebben er ook bij leven al een beetje aan kunnen wennen. Hij was al een tijdje eigenlijk al een beetje niet meer was na zijn 2 hersenbloedingen. Ik wil natuurlijk... Ik zei net dat we verboden beelden lieten zien van Taxi. En toen hoorde ik in mijn oortje... Nee, geen verboden beeld. Want dat mag natuurlijk niet. NCRV ik zie nu een foto van mij. Dan lijk ik wel zo'n Al-Qaeda-strijder op. Ja. Met een bril. Nu het zegt. Financieren, hè? De strijders hebben langere baarden. Jouw rol als taxichauffeur. Laat mij het even zien. Ah, ik vind die opera Pietje wel af en toe een beetje te veel doorouwen over opera. Ja, ik weet het zelf niet misschien. Ik vind het wel een aardige gozer, hoor. Ja? Ik vraag me altijd af, omdat ik hem altijd op de radio hoor, hoe die man er nou uitziet. Nou, je zit nou toevallig hier achterbij in die taxi hier. Ah, nee. Nee. Ah, kom. Ja, doe maar wel. Jij bent opera Pietje? Ja. Ben je het nou? Ja. Het grappig. Ja, de hem met opera Pietje. Heb jij dit gezien? Ja, ik heb dit niet, volgens mij. Maar ik heb wel de hele serie. Ja, ja, heb ik heel veel gezien. Dat vond ik echt te gek. Ja, dat was ook echt iets nieuws in die tijd. Hè? Ja, dat deed je heel goed. Dat was echt tof, ja. Eigenlijk aan succes ten onder gegaan.
Nou, het programma niet. Maar ik moest op een gegeven moment wel stoppen. Want ja, als je dan op een gegeven moment een gesprek aangaat met mensen in een taxi. En op dat moment komt er een andere auto voorbij waar drie mensen uit het raam hangen en roepen... Hey, taxi, Maarten Spanje. Ja, op dat moment moet je echt wel gaan stoppen. Ja. Nou was het zo dat mensen moesten toestemming geven. En nou schrijf jij in je boek dat de mooiste fragmenten hebben wij niet gezien. Dus ik heb ook genoten van het allermooiste hebben wij niet gezien. Ja, wat had jij bijvoorbeeld willen laten zien? Nou ja, wat ik zal het proberen kort te vertellen, maar wat ik dus ook wel een typerende gesprek vond wat niet door kon gaan... Dat was dat ik de vader van Bram Moskowitz in de auto had. En dat ik moest naar een Indisch restaurant en ik riep taxi. En Moskowitz die maakte zich los met zijn vrouw en werd in zijn jas geholpen in de garderobe. Maar ik zag een prijskaartje aan zijn regenjas hangen. En ik laat ze in de auto, ik stap ze en ik rij weg. En ik denk, op dat moment besloot ik om hem niet te herkennen. Dus ik begin over die regenjas. Vanwege dat ik zeg, nou die regenjas heeft u... Die heeft u nog geen week. En hij zegt, nou, ik ben niet gewend dat chauffeurs verstand hebben van Burberry regenjassen. En hij geeft een prachtig verhaal over de geschiedenis van Burberry regenjassen. Dat was echt een schitterend verhaal. En we komen bij de plaats van bestemming. En wij vragen toestemming aan hem. En hij zegt, stuur mij de banden op, maar ik geef u weinig kans. En... Ik heb het nog één keer geprobeerd toen iedereen al in de auto zat. Meneer Moskowitz, u bent slim genoeg. U weet precies wat er gezegd is. Dit is reclame voor uw bedrijf. Waarom geeft u geen toestemming? Hij zei, ja, er is een klein onhandigheidje. De vrouw naast me is mijn vrouw niet. Oeps. En toen zei ik... Heeft hij al gereageerd? Want het staat gewoon in je boek. Hij is overigens nog met die vrouw. Dus, dat, dus oh, daarom dat, heb ik het prima. Ook naar buiten dat gebracht. Ligt niet met de vrouw in de auto is ze nog... Ja, ja. Ja, met die vrouw uit de auto. Goed. Oh, nee.